Nou, daar zijn we weer. NH Radio. Gezelligheid ten top. En Thomas zit er bovenop. Het woord van de week en de hints. Toen ik in Californië was, heb ik ze in het echt gezien langs de kust. Echt prachtig. Ja? Ja, echt prachtig. Ik kan er eentje nadoen. Zal ik het even doen? Knap je een stuk van op. Leuk is, je kan zo aardig nadoen zonder het geluid erbij. Wat is er schadelijker? Roken of de liefde? Ik heb nu ook al een vraag. Oh, dat heb ik toch niet verwacht. Ik heb een leuke vraag. Zeker. Ik heb een vriendenstel en die zijn miljonair geworden een aantal jaar geleden. Wat is de vraag? Waarom moet je altijd op je centjes passen? Ja, want je kunt het wel hebben. Geen idee, maar we kunnen het van jou leren. Ja, je kunt sowieso veel van mij leren, schat. Misschien hoe je radio maakt dan. Ja, goed, let op. Dus ze zijn eigenlijk gelukkig samengewoond te hebben en heel veel geld gehad te hebben. Helemaal hartstikke leuk. Ze zijn de centjes op natuurlijk. Dus waarop die man zegt, die was een beetje geïrriteerd, die vriend van mij. Die zegt tegen zijn vrouw, nou als jij nou leert koken, dan kunnen we de kok ontslaan, houden we een centje over. Waarop zij zegt, nou als jij nou leert wippen, dan kunnen we de tuinman ontslaan. Ja.